We vervolgen het programma met het eerste team dat genomineerd is voor het sportteam van 2015. Links en rechts aan de beurt voor vragen. Dat is leuk, hè? Ja. En dan zegt ze, ik wil graag beginnen. Nee, dat zei ik niet. Nee, dat is goed. Jullie zijn Nederlands kampioen geworden. Ja. Als het goed zegt, is de naam van de Marshall Explosion. Ja. Ik moest best goed zoeken naar informatie over de sport. Ik heb er heel veel over kunnen vinden, maar ik weet zeker dat de mensen in de zaal dat nog niet hebben gedaan, tenminste velen hun. Kun je eens uitleggen wat je sport inhoudt? Ja, het is niet echt een bekende trak, zeg maar. Het is zeg maar vooral de showdansport, die gaat, is denk ik wel meer bekend. Maar de mars die wij doen is zeg maar meer met beenworpen. Met beenworpen? Ja, met beenworpen. Ga ik even naar mijn collega. Kun je eens wat meer uitleggen over die beenworpen? Ja, ik heb gewoon je been heel hoog in de lucht gewoon. Eigenlijk alleen maar. Is mij nog niet helemaal bekend, hè? Laat ons even eentje zien. Je hebt een spijkerbroek aan, dat zou ik ook zeggen als ex-team. Heb ik het goed als ik zeg dat jullie sport een jury sport is? Ja. Waar zit voor jullie als team, waar heeft de winst dit jaar gezeten? Weet je het, waar hoeven jullie de overige teams in jullie klas af? Ik weet niet. Heb je echt geen idee? Nee. Nou, dan gaan we naar Jolanda. Jolanda, kom erbij. Kun jij het wel vertellen? Waar zit motivatie, presentatie en de inzet van de meiden. De inzet is top? Ja. Zijn dat ook de ontwikkelingen die ze dit jaar hebben doorgemaakt? Of is dat gewoon wat in deze groep zit? Nou, we waren eerst met twee groepen. En we zijn vorig jaar voor het eerst samengevoegd. Ja, het ging gewoon heel erg goed dat we de punten behalen om Nederlands kampioen te worden. Wat zijn voor de coach de ambities voor de toekomst van deze dames? Ja, nog meer punten scoren. Ja, dat is wel. Kampioen blijven worden, maar met meer punten van de jury. Dat is een mooie ambitie. Ik wil de trainer, coach en de dames feliciteren met de nominatie voor sportteam van het jaar. Dan gaan we nu snel kijken naar het tweede team dat genomineerd is voor het sportteam van 2015. Uw applaus voor MC1 van Hockeyclub Gemert. En ik zie twee heren aan de achterkant staan, heel bescheiden. Als ik kijk, jullie hebben vier
personen in het beveiligingsteam zitten. Ja. Zijn jullie zo ontzettend lastig? Ja. Nee, hè? Jullie hebben twee coaches en twee trainers. Ja. Nou, het alle vier met alles middag is echt gedeeld in wedstrijd coaching en het Nee, alleen onze twee coaches die daar staan, die gaan altijd met ons mee. Ja, dat met jullie mee. En jullie zijn dit jaar kampioen geworden? Ja. Op het veld? Ja. En in de zaal? Ja. In de derde klasse. Ja. Wat was voor jullie als team nou het moeilijkste kampioenschap om te behalen? Of was het allebei een eitje? Nee, denk ik niet. Nee? Wie is de liefste van het team? Dat ben jij. Dan kom ik bij jou terug. Volgens mij op het veld niet zo heel veel goals tegengaat, of wel? Nee. Nee, hè? Nee. Weet je nog wat jullie doelstelling was het einde van de competitie? Houden jullie het bij als keeper? Nee, in de zaal hadden we volgens mij meer dan 100 punten. Ja, 105. 105, ja. En nu hebben jullie twee kids gehaald, kun jij als keeper ontzettend balen als ze jou in een hele mooie wedstrijd toch in de steek laten door op een gegeven moment nationaal te worden en misschien te veel goals tegen te krijgen? Ja, normaal wel. Ja? Dan gaan we even nog naar de heren. Ja, het is een beetje razen aan de achterkant, neem je gewoon even mee naar voren. Want die coaches en trainers zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van dit damesteam. Wat kunnen we van deze dames nog aan verwachten in de toekomst? Ik hoop veel. U hoopt veel? Ik hoop veel. En als u het wat concreter maakt, wat schuilt er in dit team? Nou, ze hebben talent en ze zijn gemotiveerd. En ze willen graag winnen. En daarbij ook wel, we zeggen altijd, winnen is het meest belangrijk. Maar... Talentontwikkeling? Talent zit er wel in. Oké, en dan zoveel mogelijk dames af gaan leveren aan dames 1 van de hockeyclub en wellicht nog een stapje verder. Ja, prima. Dat zou mooi zijn. Ik wil jullie ook feliciteren. En dit team is het tweede team dat kans maakt op de Award Sportteam van het jaar. Maar wie of wie is dan het derde team dat genomineerd is voor het Sportteam van 2015? Uw applaus voor het Jongens B-team van handbalvereniging Tremeg. Maar wie of wie is dan het derde team dat genomineerd is voor het Sportteam van 2015? Uw applaus voor het Jongens B. Heren, we zijn een ondertal. Ja, dat zegt nog niks over wie er daar naar het woord naar huis gaat, maar waar is de rest? De rest is al naar huis. Die zijn al naar huis? Ja. Hadden ze er geen vertrouwen in? Niet verwacht. Niet verwacht? Oh. Dat is anders. Stap ik even naar deze kant, want ik ben dus even benieuwd, jullie zijn kampioen geworden. Ja. En hoe viert zo'n mannenteam dat kampioenschap dan? Nou, een feestje. Een feestje? En dat is in de sporthal gevierd? Nee, dat is bij iemand thuis. Bij iemand thuis gevierd. Ja. Goed gevierd. Hoe liep jullie seizoen? Ja, eigenlijk goed. Eigenlijk goed, dat neem ik aan, want daar is uiteindelijk het kampioenschap ook na. Ja. Maar kun je ons even meenemen, ups en downs? Of is het eigenlijk vanaf dag 1 voor jullie eigenlijk alleen maar heel erg goed gegaan? Ja, we begonnen goed aan het seizoen. En dat heeft ons halve werk bezocht eigenlijk. Ja, jullie start was goed. Ja. En daardoor kon je gedurende het seizoen vertrouwen, krijg je dan mee en kun je de punten binnenhalen. U bent Anton of Ron? U bent Anton, hartstikke mooi. Want ja,
Zijn jullie broers? Anton en Ron van Kessel? Lijkt er wel op, hè? Lijkt er wel. Ja, het kan ook iets anders zijn, hè? Verre familie. Het is uw zoon. Ja. Oké, want ik had al opgeschreven, is het een soort van Ronald en Erwin Koeman? Nee, maar dan moet ik gaan nadenken. In trainersduo vader en zoon, hoe is dat om met uw zoon te coachen? Mijn zoon doet mee trainen. Ja? Voorheen bij de senior speelt hij wel mee. En bij de junior doet hij mee trainen. En coachen is hetzelfde als iedereen in het veld. Als je zoon meespeelt, moet je hetzelfde doen als de rest. Maar goed, het is wel bijzonder om dat volgens mij met je zoon te mogen doen. Jawel. En dan deze plaatsplanning. Hartstikke mooi. Heren. Jullie zijn maar met z'n drieën, maar ook jullie als team genomineerd voor sportteam van het jaar. En ik wil vragen aan alle teams om lekker naar voren te komen. Van vorig jaar zal bekend gaan maken wie van deze drie het sportteam 2015 zal gaan worden. Uw applaus voor Henry van Retering van handbalvereniging Sint-Willibrodus. Ja, deze opkomst is volgens mij 100% minder explosief dan vorig jaar. 100% minder explosief. Weten jullie ook hoe jullie... Ja, vorig jaar waren jullie volgens mij met z'n drieën. Zeg ik dat goed? Ja, die hier naar voren het podium zijn gekomen. Ja. Heb je nog enig idee hoe ze de zaal uitkwamen? Volgens mij met een vlag. Ze kwamen de zaal uitstorven. Ja. En ze hebben hier vervolgens met de vlag op het podium staan. Er was ontzettend veel trots al bij de nominatie. Uiteindelijk ook de prijs gewonnen. Wat heeft het jullie als team gebracht? Ja, dat is... Ja, ze hebben heel veel reacties op gehad. Van bekenden, van dorpsgenoten, van iedereen die de krant nog gelezen heeft. Echt. Heeft het de trots binnen de vereniging ook versterkt? Ja. Dus het was goed. Hoe gaat het dit jaar met het team? We zijn regio kampioen geworden, maar Nederlands kampioenschappen, daar zat er niet in. Nee? Ja, wel een Nederlands kampioenschap geweest, maar... Dat gaat niet lukken. Dat gebeurt met sport. Hè. Sport is winnen en verliezen. Ja. Je hebt de gouden envelop al gekregen van de organisatie. Dus, Het antwoord op de vraag die de mensen hier achter mij en rechts van ons zeker zullen hebben, zijn wij het geworden, die kun jij gaan beantwoorden. En we gaan de tune starten. Maak de envelop nog niet open. Want, eens even kijken. Gaat de prijs naar Euphoria? Gaan de hockeyers ermee aan de haal dit jaar? Of toch de handballers? Is er iemand zenuwachtig? Ja? Ja? Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, Henry, aan jou om de winnaar bekend te gaan maken. Sportteam van het jaar 2015. DV Euphoria. DV Euphoria! I'm on top of the world.